In deze vrijdageditie van Magazine 4 hebben we onze studiogast. Dat is Malini Karsenhout. Ze is voorzitter van de presidentiële werkgroep. Die moet gaan over kinderombudspersoon in Suriname. Goedemiddag, mevrouw Karsenhout. Welkom in Magazine 4. Als we dat horen, een presidentiële werkgroep die de kinderombudspersoon Suriname moet gaan voorbereiden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, Suriname is sinds 1993 partij van het verdrag van het kind, het internationale verdrag van het kind. En 20 november is dan internationale dag van het kind. Ik had zo gehoopt dat het instituut daadwerkelijk op 20 november al zou bestaan. Ja. Maar dat geeft niet, want wij zijn pas een jaar een presidentiële werkgroep. En wij zijn belast met voorbereidingen van alle wetgeving, relevante wetgeving. De werkgroep is al een jaar bezig, zegt u. Wat is er allemaal in dat jaar gedaan? Nou, de werkgroep is al bijna inderdaad een jaar. 16 december is een jaar. Wat is er allemaal gedaan? We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met alle relevante wetgeving, regeling. Van jeugdrecht, kinderrecht in Suriname en de internationale wetgeving natuurlijk. Ja. Dat is het verdrag, internationale verdrag van het kind. Hoe een kindleven eigenlijk moet uitzien. Dat staat in het verdrag. Mm-hmm. En wat zouden wij willen? Wat willen wij? Mm-hmm. Nou, wij willen eigenlijk dat de artikelen van het verdrag wordt nageleefd. Mm-hmm. Want daar zijn afspraken natuurlijk met landen gemaakt hoe een kindleven zou moeten uitzien. En aangezien Suriname sinds 1993 partij is van het verdrag, zou Suriname dat moeten naleven. Ja. En artikel 4, hou me dat even te goed, ik denk het wel, geeft aan dat elk land dat partij is van het verdrag, moet een instituut opzetten dat de belangen van de kinderen, en maar met name de rechten van de kinderen, behartigt. Ja. En bent u zo gekomen op een, zeg maar, een kinderombudsinstituut? Dus ja, er moet een instituut natuurlijk komen, maar daarboven heb je dan de kinderombudspersoon. Ja. Die is aan het hoofd van het instituut en die moet er zorg voor dragen dat het instituut ook gaat lopen. Hè? Dat je zorgt voor bemensing van het instituut kan natuurlijk niet zonder mensen draaien. Er moet inhoud aangegeven worden. Er moet inhoud aangegeven. Maar het instituut zelf, want er is een conceptwet, heb ik van. Er is een conceptwet. Maar wat moet dat instituut ongeveer gaan regelen, in grote lijnen? Promoten van de kinderrechten. Ja. Promoten van kinderrechten, monitoren van kinderrechten. Erop toezien dat instantie daadwerkelijk kinderrechten naleven. Mm-hmm. En dat is natuurlijk al heel wat, hè? Want je hebt ook natuurlijk sociale zaken die zich bezighouden met kinderrechten. Want je hebt daar een aparte unit, bureau rechten voor het kind. Je hebt justitie die zich daarmee bezighoudt, BUFAS. Ja. Dus er zijn een aantal schakels al. Ja. Maar het is een beetje versnipperd, hè? Dat zeg ik, maar dat is ook zo. Want heel vaak weten ouders en kinderen niet waar ze naartoe moeten. Waardoor ze naar alle instanties gaan. Ja. En nu is het zo, ze kunnen naar alle instanties gaan, maar voor hun gevoel worden ze niet genoeg gehoord. Mm-hmm. Of het antwoord is niet afdoende. Mm-hmm. En dan komen ze als laatste, let wel, het is niet de bedoeling dat je als eerst naar een beroep doet op, op de kinderombudspersoon. Ja. Het is wel zo dat je alle schakels bewandeld moet hebben. Hè? En als je geen voldoening hebt, dan mag je naar een kinderombudspersoon gaan. Exact, maar soms weet je ook niet waar je moet wezen. Dus dan hebben we de ombudslijn. Ja. Je belt dan op en je kan vragen van waar moet ik zijn met mijn klacht? Kunt u me begeleiden? Kunt u me helpen? En samen met jou kijken we waar jij moet wezen. Ja. En we begeleiden het traject. Dus als zo iemand verwezen is naar bijvoorbeeld sociale zaken, houdt dat instituut die lijn ook van hey, hoe loopt het met zo'n case? Dat kan, maar we willen niet eigenlijk controleren. Hè? Dan voelen ze zich heel snel gecontroleerd. Mm-hmm. Maar dan weten wij dat er zo'n zaak binnen is gekomen. Ja. En dan weet je dan, je maakt een aantekening van hey, dan weet je ook dat die. Soms weet je al dat die persoon weer terug naar je gaat komen. Mm-hmm. Hè? Dat de ervaring leert. Want mensen zijn ook niet, ze voelen zich ook niet vaak gehoord. Ja. En ze zijn ook niet zo snel tevreden. Mm-hmm. Dus en voor ons moet het instituut eigenlijk een uitgangspunt zijn. Een herkenbare punt. Ja. En zeker ook toegankelijk.
voor de mensen. Ja, de jeugdigen, de kinderen, de ouders. Hè. Okay. En als u het hebt over kinderen, in welke leeftijdscategorie? Nou, we denken meer van 12 en 18 jaar. Ja. Natuurlijk kan je ook jonger zijn, hè, vanaf, maar je bent jong. Mm-hmm. En we gaan ervan uit dat je moeder of je vader of je vertegenwoordiger... Ja. Het is gewoon degene die jouw belangen behartigt. En heel vaak komen kinderen toch met briljante oplossingen. Mm-hmm. Soms denk je er niet eens aan of je kind komt van... Ja, maar wij willen het zo. Ja. En kinderen moeten... Er moet naar ze geluisterd worden. Okay. En dat is iets wat ook een van de artikelen, artikel 12 van het kinderrechtenverdrag... Ja. Zeggen dat kinderen ook een mening hebben. Mm-hmm. Wij moeten ook naar de meningen van de kinderen luisteren. Okay, goed. En u zei eerder, u had gehoopt dat zondag dat het instituut er stond. Hoe ver is het gelopen? Hoe ver zijn die voorbereidingen? Nou, ik moet zeggen, we zijn heel ver. We zijn heel ver. 27 oktober heeft de staatsraad, heeft ons gehoord, samen met de minister van Justitie. Ze hadden een aantal vragen in zaken. De conceptwet natuurlijk. We hebben dat geprobeerd om zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus het is van de staatsraad gaat het naar de Nationale Assemblee. Dan komt er een commissie van rapporteurs. Mm-hmm. En dan wordt de wet behandeld in de Nationale Assemblee. Oké, en als die is goedgekeurd, moet die afgekondigd worden en dan komt het instituut. Exact, maar natuurlijk moet je voor mensen zorgen. Mm-hmm. En je moet zorgen voor huisvesting. Dus wij zijn eigenlijk echt nu bezig met de FIOPS, functiebeschrijvingen. Ja. En dat doen we samen met Binnenlandse Zaken. Dus het is heel fijn om te zien dat de ministeries ons ook helpen. Hè? Meneer Amoxie van Justitie, de president, waar nodig kan... biedt hij ons zijn ondersteuning aan en dat we ook meer tijd nodig hebben. Dat krijgen wij ook. Ja. En nu zijn we bezig met de functiebeschrijving en op zoek naar huisvesting. Oké, okay, goed. En waar moet het instituut onder resorteren? Is het op het kabinet? Het zal resorteren onder de president, want die benoemt en ontslaat. Mm-hmm. Dat zegt de wet ook. Maar er komt natuurlijk een commissie voor de sollicitatieprocedure. Ja. Dat zal de minister van Justitie doen. En dan zullen 5 personen in deel zitting nemen. En dan denk je meer ook aan OM, Officier van Justitie, Universiteit, iemand door de president ook. Dus het zijn allemaal transparante sollicitatiegesprekken, procedures die worden gevoerd. Ik moet wel zeggen dat wij van de president wel op de lijnfuncties staan, want de lijnfuncties staan natuurlijk in die wetgeving en het is nog niet afgekondigd. We mogen alvast op zoek gaan naar klachtenbehandelaars, mensen voor de ombudslijn. De telefonisten. Dus je kunt alvast beginnen. En hoe gaat dat met middels sollicitatieprocedure? Middels sollicitatieprocedure, we willen dat doen. Dus ongeveer 6 tot 8 personen, daar beginnen we mee. Op de lijnfuncties na. Ja. En dan kunnen ze solliciteren en dan krijgen ze trainingen. Ja, mevrouw Karsenhout, als mensen horen functies en als ze horen er is werk, dan krijg je toch wel belangstelling van mensen die zeggen, ik wil werken. Naar welke mensen kijken jullie zo'n beetje uit? We kijken niet alleen naar juristen. Sowieso moet je de wetgeving kunnen lezen. Hè? Dat is, maar ook naar sociaal-juridische medewerkers, bestuurlijke medewerkers, medewerkers die... Je moet ook een beetje empathisch vermogen hebben, compassie, naar mensen kunnen luisteren. Ja. Want klachtenbehandelaars, je moet je kunnen... inleven na de persoon. Soms heb je van ook lastig klaaggedrag, hè, want mensen voelen zich niet gehoord. Ja. Maar je hebt dan ook mensen die shoppen. Mm-hmm. Je moet dingen kunnen herkennen. Ja. En dat doe je niet 1, 2, 3. Mm-hmm. Het is iets dat je eigenlijk, dat moet je aangeleerd zijn. Okay. Maar we hebben wel sociale mensen nodig. Die ik neem aan als de mensen komen dat ze een beetje training krijgen. Absoluut, wij zijn bezig en ik heb dan Nederland, de kinderombudspersoon in Nederland, de kinderombudspersoon. Man, want wij zeggen eigenlijk alleen persoon, hè, omdat we voor genderneutraal gaan. Ja. Er is ons ondersteuning toegezegd en dat gaat via buitenlandse zaken. Mm-hmm. De ambassade en de president natuurlijk, die zal dat voor ons in orde moeten maken. Ik heb al een verzoek ingediend, maar om even te kijken hoe warm ze zijn natuurlijk. Hè. Zijn ze bereid om ons te helpen? En ze zijn zo enthousiast. En ik moet u zeggen, meneer Esaias, ik vind het geweldig. Waarom? Het is, kijk, het instituut en zeker die wetgeving die komt. Het is een gedurfde stap, hè? Ja. Want de overheid die een instituut in het leven stelt dat zich kritisch laat volgen, kent dus wel de checks en weet de betekenis van de checks en de balances van een democratie. Ja. Dus je wordt gewoon kritisch gevolgd. Door een instituut die jij zelf opzet. Ja, dus weet waar je aan begint. Ja. En ik vind dat gewoon geweldig. Ja. Okay. Is ook geweldig, zoals het er staat. Binnen hoeveel tijd? Want
U bent een beetje afhankelijk van die nationale assemblee nu, maar is er een tijdslijn van binnen hoeveel tijd u zelf had? Nou, dan moet dat instituut er zijn. Nou, wij wachten, dus we hebben gevraagd, zodra het naar de DNA, als het ingediend wordt, dan komt er een commissie van rapporteurs. Ja. Dus wij hopen als commissie in maart, april. Waarom? We zijn bezig met allerlei regelingen nu voor klachtenbehandeling. Je moet het proces schrijven, dus het werk gaat door. Laat DNA zijn werk doen en wij doen die van ons. En we willen nog awareness geven in de 10 districten. Ja. Dat is ook wel belangrijk, want zij moeten ook weten natuurlijk dat er een instituut komt. Mm-hmm. Dat ze hun klacht kunnen indienen. Ja. Maar voor hun, waar ga jij je klacht indienen? Dan moet je dus telefoonlijnen, hè? Dat ze ook als kun je fysiek niet aanwezig zijn, je moet dat kunnen doen via telefoonlijnen. Ja, ja. Dus dat is iets waar wij ons nu, overigens dat is samen met UNICEF, dat gaan we samen met UNICEF doen, okay. Omdat zij dat eigenlijk alleen maar toejuichen, hè? Dat de kinderrechten die worden gemonitord, waarborgen en erop toezien dat het daadwerkelijk zo'n instituut komt. Okay. Dus maart, april. Als het goed zit, is het uiterlijk met huisvesting en hopen we op juni. Ja. Dan ben ik wel realistisch. Okay. Want ik was al realistisch, voor mijn gevoel, al in juni. Ja. Maar dat geeft natuurlijk niet, want we zijn al een heel eind gekomen. Ja. Hè? Als u dan bedenkt dat er sinds 2008... Dat ze bezig waren om zoiets op te zetten. Toen was de president dan minister van Justitie. Ja. Dus 14 jaar verder, of ik nog een half jaar langer duurt, niks voor zijn tijd, zeg ik altijd. Ja, in elk geval, de zaken die zitten in de planning en die worden uitgevoerd. Dus we kijken uit Absoluut. Wanneer het een feit is, maar belangrijk is, hij moet richting DNA gaan. Als hij behandeld wordt, ik neem aan dat we dat traject met u verder gaan blijven volgen. En Absoluut. Wellicht weer gaan uitnodigen om te kijken hoe dat traject loopt. Geweldig. Ja, zeker. Ik kijk er zo naar uit. Dank u wel. Ja, dat ik het en heel veel succes. En trouwens, zondag is Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Dus mede in dat kader hebben we dit gesprek ook een beetje met u gedaan. Ja. Dus we kijken uit wat het gaat worden. Geweldig. Hartelijk dank, meneer Isaias. Graag gedaan. Tot ziens. Ja. Goedemiddag. Dag. Daar hebben we gesproken. Malini Karsenhout, ze is voorzitter van de presidentiële werkgroep. Die moet gaan over kinderombudspersoon in Suriname.